Sinds het bestaan van de aarde hebben mens en dier altijd samen met elkaar op de aardbodem geleefd. Helaas is het zo dat zoveel soorten dieren inmiddels zijn uitgeroeid. Erger nog is dat de lijst met bedreigde diersoorten steeds toeneemt in aantal. In deze top 10 zijn we voor je nagegaan welke zeldzame dieren ook bedreigde diersoorten zijn. Ken je een paar bedreigde diersoorten? Of misschien een paar die lang terug hebben geleefd? Laat je comment achter in de comments voor de video begint. Escudo eilandluiaard. Je kent vast wel die ene populaire luiaard, Flash Slothmore van de Disney-movie Zootopia. Het toeval wil het hebben dat de Escudo eilandluiaard, net als Flash, een drievingerige luiaard is. De Escudo eilandluiaard of pygmee drievingerige luiaard komt alleen voor op het kleine eiland Isla Escudo de Veraguas, gelegen aan de kust van Panama. Het langzame beestje is in vergelijking met de andere soorten luiaards een stuk kleiner. Hij wordt nog maar net 48 tot 53 centimeter lang en weegt tussen de 2,5 en 3,5 kilogram. De populatie onderscheidt zich van de andere luiaards door eilanddwerggroei. Volgens een studie van 2015 waren er maar 500 tot 1500 exemplaren van deze drieteen. Of ze nou in de movies zijn of gewoon ergens in de mangrovenbossen hangen, deze grappige stukjes luiheid zijn hele leuke dieren. Jammer dat ze nu een bedreigde diersoort zijn. Zaglossus attenboroughi of de Sir David's long-beaked echidna. De Zaglossus attenboroughi is een zeldzame vachtegel uit de familie van de miereneter, maar dan wel met stekels op zijn rug. Samen met de familie van vogelbekdieren vormen ze de unieke orde van eierleggende zoogdieren. De bek van het beestje is 70 mm lang, ten opzichte van andere vachtegels met een bek van 81 tot 128 mm. Elke voet heeft 5 klauwen en een kortere, dichtere en zachtere vacht dan de andere vachtegels. Hij kan zo'n 2 tot 3 kilogram wegen. Deze egel werd ooit gespot in het noordelijk gedeelte van Nieuw-Guinea en is vernoemd naar Sir David Attenborough, die veel heeft bijgedragen aan de publieke bekendheid van de Nieuw-Guineese fauna en flora. Hoewel het bestaan van deze zeldzame zoogdier gebaseerd is op een complete huid- en schedelvondst, zijn er in 2007 aanwijzingen gevonden in het Cyclopsgebergte dat het beestje waarschijnlijk nog niet is uitgestorven. Laten we hopen van niet. Harari Pemmanakin. Vogels zijn van die speciale diersoorten die iets extra's hebben meegekregen van moeder natuur. De verschillende soorten komen vaak in hele frisse kleuren en of kleurencombinaties voor. Zo is de Harari Pemmanakin ook één van die vogels die niet verlegen erbij staat, maar eentje is die gezien mag worden. Met zijn opvallende rode kuif en een lichaam in de kleuren wit en zwart is het een inheemse zangvogel uit het Araripe Plateau in Ceará, Brazilië. De prachtige vogel wordt ongeveer 15 centimeter lang en weegt 19 tot 20,5 gram. Er is niet zoveel bekend over deze zeldzame vogels. Door een onderzoek uit 2006 werd bekend dat de populatie van de Harari Pemmanakin was geschat op slechts 800 individuen en dat hun voortbestaan ernstig bedreigd wordt. Door enorme ontbossing worden ze verjaagd uit hun natuurlijke habitat en zijn de aantallen van deze mooie vogels behoorlijk teruggedrongen. Tonkin stomp neusaap. Deze grappig uitziende aap komt uit het plaatsje Tonkin, waar hij ook naar is vernoemd. Tonkin is een plaatsje in het noordwesten van Vietnam. Niet zo lang geleden, in 1989, dacht men dat deze dieren waren uitgestorven. Echter werd het dier gelukkig herontdekt. In 2008 werd het aantal dieren geschat op een aantal van 250 dieren, toen men een populatie ontdekte van 15 tot 20 stuks dieren, inclusief jongen. Er zijn nu in totaal 5 populaties bekend. Doordat de populatie zo klein is, wordt de Tonkin stompneusaap geplaatst onder de noemer kritieke bedreigde diersoort. Dat betekent dat deze dieren bijna op het punt staan om voorgoed te verdwijnen van de aardbodem en misschien zullen uitsterven. Door het toenemen van ontbossing en jacht in hun woongebied wordt het de Tonkin stompneusaap zeer moeilijk gemaakt om te overleven en zich te vermenigvuldigen. De Tonkin stompneusaap behoort tevens ook tot de top 5 ergst bedreigde primaten ter wereld. 6. Yangtze, vinloze bruinvis.
de langste rivier in China, de Yangtze, was vroeger één van de twee rivieren waar er twee soorten dolfijnen leefden. De Yangtze vinloze bruinvis en de Banji-dolfijn. In 2006 werd de Banji echter voorgoed uitgestorven verklaard. Dit was de eerste keer in de geschiedenis ooit dat een complete soort van dolfijnen werd uitgeroeid door menselijke praktijken. Met een populatie van 1000 tot 1800 exemplaren loopt de Yangtze vinloze bruinvis ook het gevaar om uit te sterven. De Yangtze vinloze bruinvis staat bekend om zijn ondeugende glimlach en geweldige intelligentie. Zij is de enige bruinvis die geen rugvin heeft. In plaats daarvan is er een lage ribbel bedekt met een dikke huid die verscheidene lijnen van uiterst kleine knobbeltjes draagt. Bovendien is het voorhoofd ongebruikelijk steil vergeleken met dat van andere bruinvissen. Deze bruinvissen kunnen een lengte behalen van 2,27 meter en een gewicht van 72 kilogram. 5. Vaquita. Op nummer 5 hebben we de vaquita, ook bekend als de Californische bruinvis en in de volksmond ook wel de panda van de zee genoemd. De vaquita, haar leefgebied, bevat de ondiepe lagunes in en rond de delta van de Colorado in het noorden van de Golf van Californië. Zij wonen niet graag in gebieden dieper dan 30 meter. Ze worden ongeveer 1,4 tot 1,5 meter lang en worden gerekend tot de kleinste walvisachtigen. Naar verwachting worden ze heel erg oud, namelijk 21 jaar en hun dracht duurt 10 tot 11 maanden. Van nature leven ze alleen of in kleine groepen van 10 individuen. Tussen 2010 en 2016 daalde het aantal van 250 naar 30 exemplaren. Dit heeft veelal te maken met de overbevissing van de wateren waarin zij wonen. Vele vaquita's raakten verstrikt in de haringnetten en stierven als gevolg hiervan. 4. Saiga antilopen. Wat is dit dier precies? Zijn naam zegt dat het een antilope is, maar is dat een slurf? Is hij dan geen olifant? Wel nee, de Saiga antilope is een antilope met korte poten en een hele bijzondere opgezwollen neus die iets weg heeft van een slurf. Dit dier komt voor op de steppen van Centraal-Azië en het zuiden van Rusland. In 2015 gebeurde er iets vreselijks met de Saiga in Kazachstan. Het dier werd besmet met een verschrikkelijke bacteriële infectie als gevolg van de veranderde weersomstandigheden. Het weer was abnormaal droog en warm, waardoor maar liefst 60% van de totale wereldpopulatie aan dieren stierf als gevolg van bacteriële infectie. De bacterie veroorzaakte interne bloedingen en bloedvergiftiging. Als dat niet genoeg is, wordt er ook nog op ze gejaagd door stropers vanwege hun kostbare horens. Geen wonder dat ze behoren tot de diersoorten die in een kritische toestand van bedreiging zijn. 3. Saola. De saola, oftewel de Aziatische eenhoorn, is een heel erg zeldzaam dier op de wereld. Het dier komt alleen voor in de valleien van het Annamitische gebergte tussen Vietnam en Laos op hoogte tussen de 400 en de 1200 meter. De soort werd pas in 1992 door wetenschappers ontdekt. Hoewel ze lijken op antilopen, behoren ze echter tot het rundergeslacht. Het dier wordt gekenmerkt door de opvallende witte vlekjes op zijn kop en twee scherpe horens welke 50 centimeter lang kunnen worden. Er zijn enkel 11 exemplaren levend gezien. De populatie wordt geschat op 70 tot 700 in Laos en misschien een honderdtal in Vietnam. Volgens onderzoekers gaat het niet goed met de soala, omdat ze niet in een beschermd gebied leven. Zij komen veelal in aanraking met jagers en stropers, die wellicht ervoor kunnen zorgen dat het dier uiteindelijk uitsterft. 2. Pangolin. Wat is een pangolin of schubdier? Door zijn rare geschubde uiterlijk denkt men vaak dat het dier een reptiel is, terwijl het in werkelijkheid een zoogdier is. Een pangolin is de enige nog levende familie van de orde schubdierachtigen die voorkomen in Zuid-Azië en Afrika. Dit schubdier heeft zijn schubben voor een speciaal doel. De schubben liggen als dakpannen over het gehele lichaam met uitzondering van de buik en de onderarmen. Door dit speciale panzer kan de pangolin zichzelf beschermen van gevaar van buitenaf door zichzelf op te rollen tot een bal. Via hun smalle bek eten ze graag mieren en termieten. Met hun lange, smalle en kleverige tong krijgen ze voedsel naar binnen, want ze hebben geen tanden. Het voedsel wordt vermalen in hun sterke maag. Echter wordt er hevig gejaagd op de pangolins voor hun schubben en voor hun vlees. Daarom zijn zij ook in de lijst van bedreigde diersoorten. 1. Axolotl. Op nummer 1 staat de axolotl.
dat is een zeldzame salamander uit de familie molsalamanders, die wel 30 centimeter groot wordt, inclusief de staart. Best groot voor een salamander. Hij komt alleen voor in de meren gelegen ten zuiden van de hoofdstad Mexico-stad in Mexico. De unieke salamander ondergaat onder natuurlijke omstandigheden geen metamorfose zoals andere salamanders. Hij blijft de larvale kenmerken behouden, maar wordt wel geslachtsrijp om zich voor te kunnen planten. De axolotl-salamander heeft een bruine of grijze kleur, maar is ook te zien als een witte salamander. Doordat mensen het leefgebied van deze bijzondere dieren heeft verstoord door het droogleggen van de meren waarin zij veel voorkwamen, is het aantal van de populatie behoorlijk teruggedrongen. In augustus 2009 waren er naar schatting nog maar net 1200 exemplaren in het wild. Dit waren de 10 meest bedreigde diersoorten. Wat vind jij van deze top 10? Heb je weer iets nieuws erbij geleerd? Kende je deze diersoorten al? Heb je ze al ooit gezien? Laat het ons snel weten in de comments. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en klik ook op het belletje om als eerste een notificatie te krijgen, zodra wij weer een gloednieuwe top 10 video uploaden.